Hi, ik ben Marielle en ik ben Maker Educator bij De Waag. We zijn vandaag in de Maakplaats. En de Maakplaats is een plek waar kinderen kunnen spelen met technologie en digitale fabricage. Samen met kinderen van 6 tot 9 jaar hebben we in 8 Do-It workshops het thema duurzaamheid uitgezocht. In deze video leg ik stap voor stap uit hoe we dat hebben aangepakt. Maar eerst, wat hebben ze gemaakt? Een robot die kan vliegen, mensen bezorgen en die kan dingen opruimen. Ik heb een onderzeeër die plastic opzuigt en er blokken van maakt voor huizen. Ik heb een auto gemaakt die CO2 opruimt. Wij hebben iets gemaakt dat met de plastic soep werkt en het betrapt mensen die iets in het water gooien. In les 1 hebben we kennis gemaakt met de maakplaats. Wat kun je zo aan de maakplaats? Maar ook kennis maken met het thema. Van afval tot uitvinding. Een houtsnijder die hebben we daar. En die maakt allemaal, die maakt een soort rechthoek of vierkant, hoe je wil. Ik vond het heel moeilijk om met die lijmpistolen om te gaan, want het is echt heel heet en ik heb ook dit gekregen. In les 2 zijn we begonnen met een ledkaart te maken. Hierdoor hebben we geleerd hoe je met een batterij en een lampje en een stroomcircuit iets laat branden. Het thema was wederom robots. We hebben een robot getekend en een ledje laten branden. Dat het erg technisch is. Dat je ook een beetje zelf dingen mag doen en niet alleen maar dingetjes al, dat er dingetjes al voor je gemaakt hebt en dat je het alleen maar moest lijmen. Dat we met elektriciteit en dat soort dingen werkte. Dat het niet alleen maar met de kartonnen versie was. Ik leerde er wel heel veel van. Dingen maken met elektriciteit. Ja, het knutselen. Niet met elektriciteit vooral. En ja, dat was wel moeilijk. In les 3 zijn we begonnen met een materiaalrondje. Hierin hebben we al het materiaal wat we verzameld hebben even langsgelopen. Wat is het en wat kun je ermee? Samen hebben we een probleem opgelost. We zijn begonnen met een spijkerbroek en hebben het hele verhaal uitgemapt door middel van bordjes. Samen kwamen we tot de conclusie dat een probleem heel groot is, maar uit kleine stukjes bestaat. Die kleine stukjes, daar hebben we oplossingen voor bedacht. Ja. 1 ding was super lastig. Ik heb wel een paar moeilijke dingen moeten doen, dat vond ik wel. Maar ik vond het vooral heel leuk, want je kon het gewoon vragen. Het knopje verbinden met het motortje. En dat was, ik heb een soort zuigertje gemaakt. Maar het zuigertje was te klein voor in een soort plastic buis dat ik ook had gemaakt. Dus daar moest een elastiekje eromheen. Maar als ik hem te ver deed, dan viel die er steeds vanaf. Nou, ik vond de kaartjes, maar de lampjeskaart maakt, vond ik best moeilijk met de draadjes. Moest je heel goed doen, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Om hulp te vragen en om gewoon te proberen. Hulp vragen. In sessie 4 zijn we eindelijk aan het prototype begonnen. Dit hebben we natuurlijk gemaakt van het afval wat we verzameld hebben. Door kartonnen dozen, doppen, satéprikkers en alles wat we normaal weggooien samen te voegen, kwamen we tot een eerste prototype. Dit prototype bestond uit een berg afval. Hiervan hebben we een vertaling gemaakt door van analoog naar digitaal te gaan. Dit deden we door het programma Tinkercad te gebruiken. Dit is een 3D programma waarin je met blokken vormen kan maken. Ik heb ooit een film gezien waarin een soort van hetzelfde gebeurde. Nou, ik heb daar al super lang over nagedacht. En ik wou het zelf ook wel eens gaan proberen om zoiets te doen. Ja, ze hielpen ons wel met het bedenken. We hadden het ook heel veel over problemen in de natuur. CO2 of zo, vluchtelingen. En dus wij doen de plastic soep. In les 5 zijn we doorgegaan met het prototype. We hebben meer elektronica en technologie geïntroduceerd en zijn door gaan pakken op dit probleem oplossen. Hoe gaan we dit doen
En hoe ziet die robot eruit? Omdat een robot maken heel veel tijd kost, hebben we niet in ons om alles in één keer te doen. Daarom is het belangrijk dat de kinderen taken verdelen en een goede planning maken. Wanneer gaan we wat doen en hoe gaan we het doen? Leuk, want we deden alles samen en onze beurtdingen deden we. Nou, ik was met Alp en ja, die is al 10 en ik ben pas 8, dus hij is wat ouder. Ja, het ging wel goed eigenlijk. Het was leuk en spannend, maar soms ook wel makkelijk en soms moeilijk. In les 6 gaan we nog verder doorbouwen met de prototype en daarom is doorzettingsvermogen enorm belangrijk. Dingen gaan nog niet in één keer goed. In les 6 werkt ook iedereen op zijn eigen tempo. Daardoor ontstaan er hele aparte samenwerkingen. We moedigen het enorm aan om elkaar te helpen. Heb je iets af? Is iets gelukt? Vertel het aan je buurman. Die kan misschien wel een beetje hulp gebruiken. Ja, misschien een robot maken die mijn huis ging schoonmaken later. Een soort van hetzelfde. Zodat alle... Waarom? Omdat dan alle plastic uit de oceaan komt. Ja, alle dingen die, zeg maar, die hier staan, maar dan echt in het groot. Dus ook een hele grote drone die mensen vervoert en zo. Dat is milieuvriendelijker dan met het vliegtuig. Les 7 is een hele spannende les. Dit is de laatste les om een hand te leggen aan je prototype en alles werkend te krijgen. Hier komt een heleboel frustratie bij kijken, maar het is ons allemaal gelukt. In deze les gaan we ook alvast nadenken over de presentatievorm. Hoe gaan we laten zien wat we gemaakt hebben? Niet alleen het product, maar ook de gedachten erachter. Dit is nog wel een hele klus. Het plastic in de oceaan. Ja, dat de aarde niet meer opwarmt. Die zegt dan. Dus het is een beetje CO2 opzuigen, want dat is natuurlijk heel slecht voor het milieu. Plastic soep. Dat mensen niet meer plastic in het water gooien. Dat is een voorbeeld eigenlijk. Les 8, de presentatie. Een superspannend moment. Iedereen is welkom om te komen kijken en naar jouw verhaal te luisteren. Hoe heb je dit gedaan? Hoe ga je dit laten zien? Wat is het verhaal wat je gaat vertellen? De kinderen vinden het enorm spannend, maar ze zijn er allemaal klaar voor. En tip, maak natuurlijk medailles. Want dat is het allermooiste moment wat er is. Als je beloond wordt voor je harde werk. Thank you.